Het atrium in Veghel viert feest. Het zorgcentrum bestaat 25 jaar. Dinsdagmorgen was er koffie en gebak voor bewoners en vrijwilligers. Na de verwelkoming door vrijwilligerscoördinator Bertien Nooyen vertelde twee oude tantes in een sketch over de veranderingen in de zorg gedurende de afgelopen 25 jaar. Van nou alleen je naam. Vroeger, toen je mijn leeftijd had, ging je naar bejaardenhuis. Nou moeten we nog 2 jaar hier werken, hè. En nou, dan gaat het naar het verzorgingshuis. En dan gaat het naar een woonzorgcentrum. Of je gaat naar een ouderencomplex. Blijf gewoon bejaardenhuis, hè. Ja, maar daar is het, hè. Daar hebben we nodig. Vrijwilligers. Want zonder hun zijn wij toch nergens. Nee, dat maar ook mantelzorgers en familie. Die hebben we ook nodig voor het helpend handje. Samenzorgen noemen we dat. Ja, samenzorgen, inderdaad. Ja, er is veel veranderd in de zorg. Zorgcentrum Het Atrium telt 125 vrijwilligers. Een van hen, Margriet van Rosmalen, staat al 25 jaar voor de bewoners klaar en werd hiervoor gehuldigd. Margriet kwam op 1 maart 1999 in dienst als vrijwilligster van Atrium. Haar eerste functie was gastvrouw, het serveren van koffie en thee aan de bewoners. Ondertussen een praatje maken en aan iedereen een luisterend oor bieden. Nou, gaat eigenlijk vanzelf. Ik krijg in het begin, en nu nog, zoveel energie hier in dit huis. Hè, van de bewoners, van de medewerkers en ook van de vrijwilligers. Dus, nou ja, die zijn omgevlogen die 25 jaar. Hoe omschrijf jij het atrium? Als een heel warm huis. Heel warm en gezellig. En de onderlinge sfeer is heel erg goed, ja. Dus als mensen het idee hebben van, ik kan daar wel eens vrijwilligerswerk gaan doen? Absoluut, absoluut. Ja, daar zijn ze van harte welkom. Ja, we zijn met een heel fijn team en ja, ieder heeft zijn eigen dingetje en daar ga je dan mee aan de slag. En ja, je doet er zelf ook vriendinnen mee op. Na een toast ging een deel van de aanwezigen naar buiten voor de onthulling van een social bank. Een betonnen kolos die gedurende een klein half jaar door bewoners en vrijwilligers werd beplakt tot een fleurige buurtbank. Bertien, het feest kan beginnen. Jazeker, en dat er zoveel mensen zijn gekomen om met ons samen de opening te vieren, is helemaal geweldig. En dan ook nog met het overplaatsen van het bankje, ja, dat zijn gewoon mooie dingen. Weer een mooie herinnering. Als ik alle toespraken zo hoor, dan moet het voor de mensen een feest zijn om hier in het atrium te wonen. We willen het voor alle mensen gewoon elke dag zo fijn mogelijk maken. En naar de mensen luisteren hoe dat hun graag geholpen willen worden. En die kleine extra dingetjes, die vinden wij echt heel belangrijk.